Ik ben Estelle, de oudste zus van Johan. En ik heb me altijd ook zo gedragen als zijn oudste zus. Ik heb altijd een beetje de bezorgde rol gespeeld. Ik was in mijn jeugd heel Vlaams gezien, ik ben het trouwens nog. En ik vond dat dus fantastisch dat ik een broer had die Nederlands zong, die prachtige liedjes schreef, waar veel gevoel in klonk. En dat was voor mij dus wel heel veel waard. Het mooiste vond ik toen mijn broer Bert gestorven is. Niemand weet, maar ik heb dan ook wel een voorliefde voor liedjes zoals Rosie, omdat mijn kleindochter Rosie niet. Zijn mooiste kant vind ik dat hij kan maanden niet meer bij u geweest zijn, maar als hij weet dat je ziek bent of in moeilijkheden verkeert, ja, dan staat hij daar. Dus eigenlijk, ook al zie ik hem maanden niet, allee, dat gebeurt wel niet zoveel, maar toch weet ik dat hij er is en ik moet maar bellen. De goede kant is dus, hij kan zo hevig reageren op iets, terwijl wij allemaal eigenlijk een beetje kalmer zijn, behalve mijn vader was ook zo. Dus dat zal wel van hem gehad hebben. Het was altijd hevige discussies en daar kan ik niet zo goed tegen. Eigenlijk niet onmiddellijk stoppen, nee. Ik denk dat hij altijd, dat hij dat in hem ligt, hij moet zingen, hij moet liedjes maken. Misschien dat hij boeken schrijft nog, maar hij moet iets doen, nee. Hij kan niet op pensioen gaan. Ja, als ik nog iets mag zeggen over zijn jeugd. Mijn kinderen en die van mijn zus, die waren gek op hem. Want hij speelde met hem, hij zong met hem. Ja, hij was de grote kindervriend. Ik hoop, Johan, dat je nog lang mocht blijven zoals je bent nu.